Hoi dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we verder met de huisparadijs in dit kasteeltje. Zo, ik hoop dat jullie week weer heel leuk was. En ja, sorry van de afleveringen die er allemaal nog niet waren. Maar in ieder geval, we gaan verder. En dat kasteeltje... Ja. Hé, wacht even. Ik heb een idee. Een momentje graag. Ahem. Attentie, mede onderdanen van de heer Bouwster. De valse daden die de ingang bewaken van het buitenkasteel zijn opgerold. Nu is het tijd voor ons om op te staan. Begeef jullie allemaal naar het kasteel maar met Mario. Samen zullen we hier Bowser bevrijden en onze naam herstellen. Voor Bowser! Dat was weer verkwikkend. Misschien moet ik hier Bowser vragen of ik de onderdanen vaker mag toespreken. Daar hebben we geen tijd voor. We moeten vader nu redden. Ik ga naar binnen. Niemand houdt me tegen. Nou, laten we naar binnen gaan. We moeten goed opletten. Het stikt hier ongetwijfeld van vervallen soldaten. Ja, dus wees op je hoede. Oeh, kijk dan. De brutaliteit. Hier samenkomen voor een of ander voor openbaar feest en ze gebruiken het beste servies van Bowser. Oh, een feest klinkt goed na al dat baden. Eten of het service van de vader interesseert me. Ik wil zo snel mogelijk hem redden. Oei, oei, oei. Attentie, gevaarstaten. Ja, het zijn er wel heel veel, ja. Aanvallen, pak ze. Helemaal plat gedrukt. Ja, laten we daar maar heen gaan, hè. Wat is het toch met die stomme deur? Hij wil niet open. Oké. Wat een puinhoop. Mijn kamer is aan de andere kant van de puin. Dit is een vrij grote puinhoop. Ik wou dat ik iets kon doen. Misschien toch niet. Wacht even, Olivia. Ik heb iets wat misschien van pas komt. Wauw, dat was geweldig. Nou, afstand, ik laat jullie opnieuw mijn krachten zien. Kom op. Iets.
Ja, Kamek heeft het duidelijk te pakken. Het bevalt me helemaal niks hier. Laten we snel Kamek kamer zoeken, zodat we hier weg kunnen komen. Misschien een andere keer, dan drinken we koffie. Ik wacht hier wel even, oké? Ik ga maar de sleutel halen. Oh ja! Dat ruikt super lekker. Nu heb ik zin om een pizza te maken. Maar goede tijd, ik heb een glanzende paddenstoel gevonden. Oh, en ik heb trouwens ook de sleutel van Piet's kasteel. Dat is niet kasteel. Dat is niet van Prinses Peach kasteel, maar van het Bowser's kasteel. Heel vreemd dat die in het kasteel van Bowser lag. Ja, het is ook die van Bowser, het is niet van Peach. Ah, je moet wel toegeven, ik kom steeds dichter in de buurt. Dit keer is het tenminste een sleutel voor het kasteel. Ik geef het niet op, de sleutel van Peach kasteel moet ergens zijn. Ik ga hem nu vinden. Ja? Nou, laten we maar weer terug gaan, hè? Ja. Brengt maar, je hebt de sleutel gevonden, want nu ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig hoe Kamek's kamer eruit zag. Huh? Waar is iedereen gebleven? Dat vraag ik me nou ook af. Allemaal stukjes. Help, ik ben gevangen door iets. Een of andere duizend glibberrand hier. Hier word ik niet blij van. Wat is dit voor ding? Help me alsjeblieft.
haar wordt. Nou, hoe het ook heet, tijd om die handworst een lesje te hebben. Laten we je vouwarmen gebruiken om steenpapierschaar te spelen. Schud met de controle op de laatste maat van de steen. Klaar, daar gaan we. Ja, het is gelukt. Goed zo, Mario. Nu weten we hoe we dat ding moeten slaan. Zo, dat ging makkelijk. Wauw. Had ik niet verwacht. Oh Mario, dat was vreselijk. Ik was zo bang en jij schoot erop om te redden. Zoals je nu al vaak hebt gedaan. En ik hield me alleen muisstil zodat jij kon blijven mappen met die grote hamer van je. Sorry daarvoor, ik liet me een beetje meeslepen. Ik hoop dat mijn tranen geen kleine natte plekjes op je overal heb achtergelaten. Weet je wat, volgens mij voel ik me nu beter. Ik heb alles eruit gegooid. Laat de achtergroene lint aangaan. Hier niet eerst opslaan, ja, dat doen we zeker. Bij de volgende aflevering gaan we verder hiermee. Waarschijnlijk hebben we dan weer wat boss fights en zo. Dus ik zie jullie weer bij de volgende aflevering, maar weer doei!